Hallo papi. Hallo, mijn kind, hoe gaat het? Oh, goed met papi. Maar die beter, beter. Is papi in je hospitaal? Nee, dat is net ontslaan. Is dit? Hij heeft net een pijp ingezet en dan ik 15 om naar terug gaan en dan gaat hij liefst doen. Hij is toch groot. Oeh. Hij heeft net een pijp ingezet en dan verdoemingspillen hier en zo. Oh, shame. Ja, ek het geskrik toe hulle sê jy's in die hospitaal. Ja, ek het Vrydag al siek geword, maar weer in my hospitaal, jy weet wat, ek lyk nie in die hospitaal nou. Ja. Dus ek vaak vir Saterdag dokter toe gaan, want ek ook nog nie gegaan nie, maar Ai, shame. ek het toe Saterdag aan toe sleg gevoel, so is wat sy nie. Ja, ek mis jou. Ja, wat is jy nou, man? Ai, shame. Het ek papi wakker gemaak? Oké, ja. Nee, ek dog ek bel jou 'n bietjie want ek mis jou. Gaan dat niet jullie daar relax? Ja, goed, dankie papie. Jou werk net baie hard en laat ure en ons het eers vanoggend 3 uur gaan slaap en toe het ons my Ja. foon was op silent en hy het hierso gecharge in my hobbykamer. En ja, so, maar toe dog ek mis jou en ek moet jou 'n bietjie bel. Ja, dis nie sommer Ja. net in die kar klim en kom kuier nie, want ek bly 1400 kilometer van julle af. Ja, 1700. O, is dit soveel? Wat is 1700? Ek weet nie, wat praat jy van? 1400. Ja, en ek dink dit is 800 miles, ja. Dis 800 miles, ja, wat ons van julle af bly. So dis 1400 kilometer, ja. Ja, mag ek maar Dan net. gaan ons al een drie dagen uitslaan, nu waar die een drie dagen. Ja, papi moet. Papi moet. Sjoe. Ja, ek mis julle net baie en ek wou maar net vir jou gesê het ek is lief vir jou en ek dink aan jou. Ja, ons ek ook en ek maal weer dink aan julle ook. Ag, dankie papi. En jy moet lekker slaap. Oké, lekker. Ja. So, sê, maal weer, die sien is prachtig, het ook lekker. Is dit, ja. Ja, ek moes daarom vir ietsie stuur vir haar birthday en jou birthday is ook volgende maand en my birthday is donderdag, so ja. Ja, ook kan ek sien ek lekker slaap sy goed te laat met jou. Ek sal so maak en ek is lief vir jou. Okay, ek koop weer. Okay, Okay, dankie. dan. Bye. Bye-bye. Ah, you guys, So I phoned my dad because he was in hospital and I missed him and I just wanted to hear his voice and I know it's gonna sound silly but he's out of hospital now but I'm worried about him and I wanted to save this video so I can listen to his voice again because we live 800 miles from him. We live in Cape Town, so I'm a Sitwest, and he lives in Pretoria, so yeah, with my stepmom. My mom died in 2005, and I miss her, so yeah, so I'm a little bit down, so yeah, I'll speak to you soon. Bye.